Deze nieuwsuitzending die gaat over metafysica. Ik heb recentelijk een confrontatie gehad met iemand die was opgevoed in een katholieke omgeving en had een ongelofelijke aversie tegen gelovigen. Hij vroeg ook aan mij, toen ik heb hem ontmoet op een terras. Ik deed helemaal niks. Ik zat er gewoon mijn Jenever Plus weg te tanken. Heel rustig. En, ja, je bent buiten, want je wil een checkje roken. Dat is vanwege de global warming. Die zet maar niet door. En is nu het idee gekomen van ja, als iedereen nu buiten gaat roken, dan wordt het vanzelf toch global warming. Okay. Ja, ik ben zo'n schaapje, ik ben een sheeple, dus ik volg dat. Dus ik had er buiten te smoken. En hij vraagt aan mij, ben jij gelovig? Nou, ik weet dat dat een strikvraag is. En ik zei tegen hem het correcte antwoord. Ik weet dat er een grens is aan mijn weten. Nou, daar kon hij weinig tegen inbrengen. Hij moest mij beamen dat hij ook niet zeker wist dat hij ooit alles zou gaan weten. En ik zei dus tegen hem van ja, dan komt de final move. Je hebt een sacrifice gedaan. Met schaken, zo zie ik dat. Hè? Je hebt een sacrifice gedaan en dan badge. Er is een grens aan beweten. Ja, en dan komt hij er bovenop. Er is dus meer dan ik weet. Is dat mijn schuld? Nou, sorry hoor, maar ik heb zo ontzettend veel boeken gelezen. Ik heb in zo ontzettend veel klassen gezeten. Zelfs toen ik 40 was, zat ik... Dat is het gemengde onderwijs. Ik was 40 en die kinderen, zo zag ik ze, meisjes, jongens. En er waren hele mooie meisjes die gingen naast me zitten. Die vonden me wel interessant. En dan was er ook zo'n man en die stelde een vraag tijdens het college. En dat mocht eigenlijk helemaal niet, maar hij stak zijn vinger op. En die oudere man, die was echt in de 80 hoor. En we deden metafysica. Wat erop lijkt. Hè? Logica, taalfilosofie. En een meisje zei tegen mij... Van zo zeg, het is wel bijzonder om in een klas te zitten waarbij je kan vermoeden dat er af en toe dat er zo dadelijk iemand overlijdt. Ja, die man was al 83, die had ook gewoon kunnen sterven op dat moment. Ga je waardig de pijp uit. Was wel een brutale opmerking van dat meisje, maar ik wist toen nog niet zoveel van vrouwen. Dus ik nam het maar voor waar aan en ik vond het wel grappig. En doorluisteren. Want die vraag van die oude man, die interesseerde mij ook. Ik wilde er ook wel eens wat van weten. En dat hij die kennis meeneemt in zijn graf, zonder dat hij les heeft gegeven aan andere mensen, of les heeft kunnen geven aan andere mensen. Ja. Alle kleine beetjes helpen. Natuurlijk mag iemand van 83... met iemand van 40 was ik toen. En dat meisje wat naast me zat, die heette Marlies. Zo'n vrouw waarvan je denkt van wauw. En die was 19. Nou, waar gaat metafysica over? Ik ben op studie geweest bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen en die heet nu de Radbouw Universiteit.
daar is mij verteld dat de term metafysica waarschijnlijk afkomstig is van Aristoteles. Die heeft een boek geschreven in het Grieks en het heet Meta Ta Physica. Als je dat letterlijk populistisch vertaalt, is dat over de natuurkunde. En in die tijd betekende natuurkunde alles wat te maken had met de natuur. Dus ook biologie, wat we nu biologie noemen. Ook wat we nu epidemiologie noemen. De leer over de verspreiding van ziekte. Waar heel veel statistiek in zit. Wiskunde in die dagen. Dat was goniometrie. Ja, de Euclides, zei die man. Die was er ook al. En dat geheel, dat werd genoemd fysikoi, zo zeg je dat op zijn Grieks. Aristoteles heeft aantekeningen achtergelaten dat hij elke week een keer een kijkje nam in een baai en dan telde hij het aantal ganzen. Het vroegste begin van wat we nu noemen wetenschap. Je zou eigenlijk metafysica, het woord fysica moet je dan vervangen door wetenschap. Meta, ta, fysicoi. Meta betekent over, aan de andere kant. Je hebt een afstand genomen tot je onderwerp. En je kijkt vanaf een afstand naar fysicoi. Meta ta fysicoi. Over de wetenschap. En mensen zijn ongelooflijk bang voor wetenschappers. Terwijl ze alleen maar bang zijn voor die witte jas die ze aan hebben. En zegt tegen jou, loopt u maar even mee naar de radiologie afdeling nummer 4 dinges. En daar hebben wij radioactief, wat gebruiken ze tegenwoordig. En ik ga achter een looie muur staan. Want ik wil er niet bij zijn dat u ingestraald wordt en ik ook. Ja, daar zou ik ook bang voor zijn. Ik heb ook later pas begrepen dat je terecht bang bent voor de tandarts. Want die man die flikte dat mij ook. Gewoon even een fotootje van me nemen en dan zelf achter de 10 centimeter beton staan. Ja, en ik lig daar met een of ander, het lijkt wel een SM-apparaat in je mond. Ga even een fotootje maken. Yep. Ik dwaal niet af hoor. Want ik kom terug tot het christendom. En tot dat wat in de Bijbel staat. Over de wetenschap. De wetenschap maakt duidelijk onderscheid tussen geest en materie. Het heet ook wel het weerzinwekkende dualisme. En dat is van Edmund Husserl. En Husserl, dat spel je H-U-S-S-E-R-L. En zijn voornaam is Edmund of iets wat daarop lijkt.
Hij was een schrijver in de tijd tussen de twee oorlogen in. En dat had te maken met... Hij was een tijdgenoot van Sartre. Jean-Paul Sartre. Ja, ik vind niks weerzinwekkends aan het onderscheid maken tussen geest en materie. Dat is metafysica. Dus ik kan denken aan een klein konijntje, ik kan denken aan een olifant van zoveel ton. En terwijl ik op de weegschaal sta, verandert daar geen jota. Tenzij ik, als ik aan die olifant denk, even denk, woe! En dan stamp ik eventjes met mijn rechtervoet. Woe! Ik denk dat ik, oh, ik zie de hele grote olifant. En dan gaat die wijzer inderdaad eventjes omhoog. En voor de rest gebeurt er helemaal niks. En die wijzer gaat ook weer gewoon terug, trouwens. Want je lichaamsgewicht, dat is gewoon zoveel. En of je nou denkt aan een grote olifant, of een kleine olifant, of aan een microbe, dat maakt geen donder uit. Dit zeggen de wetenschappers. En ik heb het over de wetenschappers. De wetenschappers zeggen dat als jij denkt aan een paarse koe, of aan een rode koe, of aan een groene koe, of aan een koe zonder kinderen, wij kunnen niks meten. Dat is jouw geest. En waar komt die geest vandaan? Hoezo kan jij denken aan een blauwe koe of aan een roze koe? Waarom heb jij die keuze? Waar komt het vandaan? De wetenschappers die beweren dat dat een vanzelfsprekend gebeuren is, want als je maar genoeg atomen of whatever, quarks of zo, ja, als je er maar genoeg hebt in een bepaalde constellatie, dan gaat het kunnen nadenken over de omgeving. Nog een keer herhalen. Als je maar genoeg atomen of quarks of whatever hebt in een bepaalde constellatie, dan gaat dat nadenken over de omgeving. Dat kan niet. Daar zit een frictie in. En dat is de grond van de frictie. Dat is ook het probleem van het geloof. Waarom mogen mensen niet meer gelovig zijn tegenwoordig? Ja, als je gelovig bent, dan geloof je vast in de Ku Klux Klan en dan ga je negers verbranden. Huh? Sorry? Daar heb ik het helemaal niet over. En dat wordt wel gezegd, hè? Als je maar beweert dat je je bewust bent van de grens van je weten en dat je vertrouwen moet hebben in de rest. En dat je dan onderscheid maakt tussen je naaste en je vijanden. Dan ben je plotseling de bok. Waar komt dat dan weer vandaan? Uit die materie? Ja, materie, dat is van nature. Natuurlijk gaat het nadenken. Want ik heb laatst een heel goed gesprek gehad met mijn voordeur. En die voordeur die deed precies wat ik wilde. Die voordeur is waarschijnlijk mijn voorouder. Materie kan niet denken. Wat er gebeurd is dat er
3400 jaar geleden, ongeveer, pak een beet. Er zijn twee boeken geschreven en gecirculeerd. Dat is voor de boekdrukkunst. Voor een deel moet dat mondeling doorgegeven zijn en voor de rest zal het opgeschreven zijn. Heel oud materiaal. Het eerste vers heet Genesis 1, vers 1. En daarin staat: God schiep, of in den beginne schiep God hemel en aarde. Het is de enig mogelijke optie. Want materie kan niet tot geest worden. Materie blijft materie. Dat kan je ook zien op het microniveau. Dan kijk je naar Donald Trump. Want dat is een materialist. Hoe vaak is hij wel niet gescheiden van zijn zoveelste vrouw? En waarom scheidde hij dan van zijn vrouw? Had zijn vrouw overspel gepleegd? En als zijn vrouw overspel had gepleegd, waarom heeft hij die vrouw dan zoveel vergoed? Want een vrouw die overspel pleegt, die zet je toch gewoon op de stoep? Die geef je wat handgeld mee. Ze hoeft niet te verhongeren. Maar dat is het. Dat is het, ja. Maar waarom doet Donald Trump dat allemaal? Hij is een materialist. Hij denkt dat dat lollig is. Hij denkt dat hij er wel mee wegkomt. Maar is dat te verwachten? Er staat toch in de 10 geboden: gij zult niet echt breken. Het heet ook wel seriële monogamie. De allersmerigste term die ik ooit heb gehoord. Sorry voor mijn Frans. En daarin valt niks te halen. Het is helemaal bezijden het punt. Want de materie wordt veroorzaakt door de geest. En in de Bijbel werd die genoemd God. En als dit in het begin van de 20e eeuw, neem het maar van mij aan, professor Dr. Gerardus Heijmans uit Gunning, die heeft dat aannemelijk gemaakt. En ik heb nog nooit een kritiek gelezen op zijn boek wat mij overtuigde. Namelijk, ik heb nog nooit een kritiek onder ogen gekregen. Dus een Groningse professor laat zien dat het de geest is die de materie veroorzaakt. Daar wordt niet op gereageerd. Terwijl het enig mogelijke antwoord is. Want materie kan geen geest veroorzaken. Als Sherlock Holmes, dat is een karakter van Sir Arthur Conan Doyle. Die slimme rechercheur met zijn assistente Watson. En Sherlock Holmes die zat altijd dat cocaïne te snuiven. In de moderne vertaling is dat waarschijnlijk ertussenuit gehaald. Maar meneer was een drugsgebruiker. En waarom niet?
maakt mij het uit? Krijg je puistjes van cocaïne? Nou, ik denk het niet. En in die tijd was cocaïne waarschijnlijk heel betaalbaar. Dus. Sherlock Holmes heeft gezegd, als je het onmogelijke elimineert als mogelijkheid, dat je denkt van, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, en dat kan niet, en dat kan niet, en dat kan ook niet. If you rule out the impossible, het onmogelijke wegvaagt, dat wat er blijft, is de waarheid. Nou, materie kan geen geest veroorzaken. Nou, wat blijft er dan over? Oh, het is gewoon, de materie komt van de Big Bang. En daarna was er de geest. En die zijn als die zijn verstrengeld. Huh? Wat is dat voor een theorie? En waar baseer je die waar baseer je dat dan op? Waar komt die materie vandaan? Jo, die komt uit het niets. You a-hole! Je komt een kroeg binnen en je hebt 100.000 euro in je portemonnee zitten. En je legt een biljet van 1.000 euro op de toonbank, of zo. En je zet een rondje voor de hele zaak. En dan vragen mensen aan jou, hoe kom je aan die 100.000 euro? Nou, zei je, ik kwam hier naartoe met een lege portemonnee. En toen ging de deur open en dan hoorde je toch dat die deur dichtknalde. Dat was de Big Bang. En vanaf dat moment heb ik 100.000 euro. Ja, geloofde jij er zelf? Sorry voor mijn bijna... Ja, nee, geloofde jij er maar zelf? Dat is wel correct non-Frans. Het is wel een tautologie. Het is een belediging aan jullie. Maar daarvoor wil ik ook grappig overkomen. Want het is zo eenvoudig, mijn lieve lievelingen. De eenvoud is dat dat wat wij niet weten, wat voorbij de grens van ons weten ligt, en niet zozeer van jouzelf, want jij weet waarschijnlijk niet dat morgen de co-op een verbouwing heeft. Dat wordt een verrassing. Als je daar aankomt met jouw lullige moederfiets. Dan heeft de co-op een verbouwing. Ja, ik heb het ook allemaal meegemaakt. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel de grens van, met een hoofdletter H, het weten. Epistemologie. Kennis leren. Kennis only reaches so far. Als je dat niet wil geloven, dan moet je maar op Japanse vechtsport gaan. Dan hebben ze ook zo'n mooie dogma. Want je hebt wel lange armen, maar je armen gaan maar zo ver. En die kan je wel verlengen met een houten stok. Maar dan nog gaan ze maar zo ver. En de wetenschap, die gaat ons helemaal niks vertellen. Er is nog nooit een goede verklaring gekomen waarom we altijd maar één kant van de maan zien. Om maar even te zeuren. Waarom zien we altijd maar één kant van de maan? Die maan die draait toch om ons heen? Dan moet je toch ook af en toe de achterkant kunnen zien? En dan zeggen die wetenschappers, ja, de frequentie waarin de maan om de aarde draait, is precies dezelfde frequentie als waarin de maan om zijn eigen as draait. Ja, dat kan ik ook constateren. Want dat kan niet anders. De maan is geen pannenkoek. Zo. Ja, als hij dat wel is, dan word ik helemaal gek. Want wat is er dan aan de hand? En is de maan ook nog net zo groot
als de zon gezien vanuit ons standpunt. Vanuit de aarde kijk je naar de zon en als de maan daarvoor schijnt, als de maan daarvoor gaat zitten, is die net zo groot als de zon. Hoe kan dat? Is dat logisch? Of is het zo dat de geest de materie veroorzaakt? En dat wij de achterkant van de maan gewoon niet per se hoeven te zien. Want de enige functie van de maan is dat hij bij nacht licht geeft. Dat was de functie van de maan. En wat doet het ertoe of die om zijn eigen as draait in dezelfde frequentie als dat hij om de aarde draait? Het is wel een teken dat het allemaal nogal doorwrocht in elkaar zit. Je kan ook zeggen, God bestaat niet, want de zin God bestaat is onzin. Daar ben ik zonder meer mee eens. Ik existeer en God niet. Het verschil tussen mij en God. Heel veel mensen worden dan ook boos op God. En zeggen dan, godverdomme. Ja, wat kan je doen? En dan moet je zelfmoord plegen. Ga niet denken dat God jou gaat helpen om je te verdoemen. Waarom zou hij dat doen? Waarom zou God jou verdoemen? Je bent toch zijn kind? Hij denkt hooguit, loop jij maar met je kop tegen de muur aan. Om het maar op zijn Nederlands te zeggen. Op zijn Engels is dat weer een andere frase. Maar dat is hetgene wat ons veroorzaakt, wat alle materie maakt. De hele dag door. En jij ook. En dat is het goede, vrolijke nieuws. Jij hebt een keuze. Om mee te doen met God, of niet. En wat God wil, ik ben er nog niet helemaal achter. Ik denk wat hij wil, is een wereldorde. Maar hoe kan je een wereldorde hebben als er in de gezinnen, wat het tegenwoordig nog maar voorstelt, met zo'n vader die er met een boze kop de deur uit gelopen is. En zo'n moeder die al om 3 uur 's middags aan de rode wijn zit. En wat is er over van de gezinnen? En moet je daar een wereldorde op gaan vestigen? You go ahead and knock yourself out. Om het maar even op zijn Engels te zeggen. Ik denk dat daar een probleem zit. In de oppervlakkigheid van mensen. Niet begrijpen waar het vandaan komt. Dat ze de bron niet respecteren. Dat ze hun woord niet onder controle hebben. En ze lullen maar wat. En het krijst als een baby om een schone luier. Elke dag weer. En ik denk dat dat de bedoeling is. Ik denk dat de wil, God dus, dat hij wil dat wij alles verkut hebben en dat inzien. We moeten omdraaien dat zijn wil is dat wij inzien dat wij alles verkut hebben. Het was onze eigen stomme kutschuld.
Dat is wat hij altijd gezegd heeft, namelijk. Mozes had er al een probleem mee, dat het volk wat hij gered had uit de slavernij, sta er even bij stil. En het ging alsnog beelden vereren. Nou, dat vond Mozes leuk. En dat klopt. Dat Mozes daar bijzonder chagrijnig over werd. Want dit gaan we niet doen. Hij kwam met de 10 geboden. Want ik weet het. Deze 10. En voor de rest ben je vrij. En dan volhouden. Ik ga het hele Oude Testament nu niet uitleggen. Want dat is veel te veel werk. En zoveel tijd hebben jullie niet. Dus ik vat het maar even samen. Wij zijn allemaal kinderen van God. Wij zijn zijn evenbeeld. Wij zijn creatief. Wij zijn creators. Wij zijn bedoeld als de, wat Friedrich Nietzsche heeft gezegd, hij heeft een karakter opgevoerd in zijn werken. En dat heet de Übermensch. Dat is de mens die zich geen zorgen maakt. En als er iemand was die zich geen zorgen maakte, dan was dat Christus Jezus. Hij wist van tevoren dat het, hij wist het. Hij wist dat hij verraden zou worden. Hij maakte zich geen zorgen. Behalve over ons, degene die toekeken naar zijn kruisiging. Toen heeft hij zich zorgen gemaakt aan het kruis en gezegd, God, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ja, dat was één keer, mijn lieve luisteraars. De tijd voor onwetendheid is voorbij. Ik wil dat jullie allemaal je morgen ziek melden. En verzin maar een of andere ziekte. Zeg maar dat je na 30 jaar heb je een postnatale depressie van je zoon. Want hij heeft je zo teleurgesteld. Verzin maar wat. Als je zoon het goed vindt, van nou mam, gebruik mij maar als excuus. En dan zeg je tegen je zoon, ja, dan moet je wel vandaag naar de koffieshop gaan hoor. En dan moet je de hele dag gestoond zijn. Dan kan ik vertellen dat ik helemaal teleurgesteld ben in jou. Nou, zeg je zoon, dat is goed man. En dan jij lekker in je duster een beetje in de rond te lopen. Een beetje thee zetten ofzo. En als je zoon dan weer thuis komt, dan zeg je, hé, je klootzak, ga eens even boodschappen doen. Want ik ben, ik heb een postnatale depressie van jou, weet je nog? Nou, dan gaat je zoon lekker naar de supermarkt, vindt hij toch leuk. Mag hij wat biertjes meenemen voor zichzelf. En 's avonds na het eten gaat hij gamen op zijn Xbox 300. Die oude die hij gekregen heeft van een vriend. En in de tuin zijn de vogeltjes. Of heb je geen tuin, heb je een balkon? Nou, vetbollen ophangen. Zaad strooien. Nadenken over duivensoep. En beginnen aan je leven. Ook zo.
tegenwoordig is dat dan een nieuwe ziekte. Ik ga afsluiten hoor. Maar dat moet er nog even uit. Een nieuwe ziekte. En die heet psychopathie. Die term is gecoind op zijn Engels, dus in de wereld geslingerd, in 1860. Een psychopaat is iemand die heeft ogenschijnlijk geen empathie, geen berouw, leeft er gewoon op los. Zoiets, hè? Ja, het is helemaal geen ziekte. Punt 1. Die mensen leven erop los. Ze hebben geen berouw, ze hebben helemaal niks. Ze overtreden de 10 geboden met datzelfde gemak waarmee ik mijn toiletpapier gebruik om aan de onderkant van, ja, je snapt wat ik bedoel, hè? Ze vegen er hun kont mee af. Dat is interessant. En jij dan? Misschien dat jij over mag komen als psychopaat. Je houdt je aan de 10 geboden. Je weet van Christus Jezus. Die is de invulling daarvan. En niet alleen van de 10 geboden, maar ook alles wat erna staat. En iedereen mag zeggen dat jij een psychopaat bent. Dat je alleen maar aan jezelf denkt. Dat je helemaal geen medelijden hebt met die andere mensen. Want dat laatste, dat kan ik je ook nog even vertellen. Waarom zou je medelijden hebben met dombo's? Dat is niet jouw probleem. En het is erg om verstandig te zijn, omringd met dommelingen. Ja, dat snap ik ook. Het is jouw schuld niet. En ook niet slecht dat het zo is. Want de Heere wil dat wij wat leren. Namelijk dat je geen dombo moet zijn. Ik sluit af met Johannes 1, vers 1. Mijn favoriet hoor. En niet alleen van mij. Ook van de vrijmetselarij heb ik tot mijn grote verbazing geconstateerd. Johannes 1, vers 1. Luid. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus lieve creatievelingen, op zijn Hamburgs, zag ik tjuhus. En dan kan ik niet... jawel, ik kan het wel zeggen. En dag, lieverds.